Sanne, vertel je verhaal. Nou ja, het was modder, blubber, glijden, sneeuw. Zie je het? Ik zie het. Ja, ik zie mezelf nu ook in de camera. Nee, het was echt heel erg zwaar. Ik had een hele slechte start. Er waren heel veel prutsers voor mij die vielen. Ja, dus je achterop moet starten. Wil jij ook een paar keer? Nou, ik ben eigenlijk recht gebleven, maar dan moet je wel van je fiets af en heb je gewoon opstoppingen. Dus ik kwam pas eigenlijk nadat ik één ronde heb gehad, pas in mijn ritme. Ja, dan moet je echt aan een inhaalrace beginnen. Ja, en ik denk dat ik uiteindelijk gewoon tevreden moet zijn met waar ik ben geëindigd. Plezier gehad? Ja, ik heb echt genoten. Het is toch wel bijzonder als je een jaar weg bent geweest, dat je gewoon hier weer mag rijden. En ja, weet je, ik wil eigenlijk liever wat mooie resultaten neerzetten, maar volgend jaar, dat komt er wel weer. Want dat is het, hè. Je bent er heel lang uit geweest. Dan ben je blij dat je weer mee kan doen op een WK. Dat je naar Tsjechië af kan reizen. En de resultaten denk je dan voorlopig nog niet aan. Nou ja, tuurlijk denk je eraan. Natuurlijk wil je hier gewoon vooraan meedoen. Maar ja, weet je, het is, je komt toch gewoon wat kort wedstrijdritme. En ja, het is gewoon al sowieso mooi dat je hier mag staan. Maak we een afspraakje voor volgend jaar? Ja, dat doen we. Heuse zonde, dan sta ik daar. In de modder. Dankjewel, ja. Shit man, ik moet gewoon gaan huilen.